Maar voor wie gaf de Heere Jezus nu uiteindelijk zijn leven? Ha, daar staat, voor zijn schapen. Dat was dus al zeker voor hem, toen hij aan het kruis hing, dat er een hele kudde schapen zou zijn. Ja, dat was helemaal zeker dat hij niet voor niets zou sterven. Stel je voor dat hij dat zware offer gebracht zou hebben en dat straks daarna niemand in hem zou geloven. Stel je voor dat hij zo'n dure prijs betaalde en dat er helemaal geen kudde zou zijn van schapen. Waar hij van zou kunnen zeggen, dat zijn mijn schapen, die heb ik gekregen van mijn vader, die heb ik gekocht door mijn bloed en die heb ik toegebracht door mijn Heilige Geest. En dat was nu hetgeen werd ontkend door de remonstranten. Dat is nu het probleem achter de formulering van de artikelen die vanmorgen aan de beurt zijn. De remonstranten zeiden dat Jezus was gestorven aan het kruis, maar dat hij nog helemaal niet wist voor wie. Het zou zelfs kunnen zijn dat er niet één schaap zou komen en dat er helemaal geen kudde zou zijn. U moet dat thuis maar eens lezen. De verwerping der dwalingen, artikel 1. Daar heb ik trouwens ook dat beeld van die goede herder vandaan, over de schapen, over Johannes 10. En dat wil ik graag vasthouden, heel de dienst. Maar daar staat dat het zelfs zou kunnen dat de verworven verlossing door niet één mens zou worden toegeëigend. Nou, u snapt wel, dat is niet volgens de Bijbel. En daarom hebben onze vaderen artikel 8 en 9 geformuleerd. Tegen de dwaling, dat het nog helemaal van de goedwilligheid van de mens zou afhangen, of er een kudde schapen zou zijn, om naar de herder te luisteren, ja of nee. En daarom zeggen ze, dat er zeker een kudde zal zijn voor de herder. En in dat verband staan die woorden, dat de kracht van Christus' offer zich uitstrekt tot alle uitverkorenen. En dat zij zeker tot het geloof gebracht zullen worden. En tot de zaligheid. En daarom beleidt artikel 9 dat er altijd een kerk zal zijn van gelovigen gefundeerd in het bloed van Christus. Om die reden komt hier in het hoofdstuk over de offerdood van Christus opnieuw de verkiezing ter sprake. En dan moet u goed opletten, de plaats waar deze dingen gezegd worden. Na alles wat er gezegd is over de genoegdoening van Christus, nadat er gesproken is over de verkondiging van het evangelie aan alle mensen zonder onderscheid, dat God zijn kerk vergadert door middel van de onvoorwaardelijke prediking van Gods belofte als een troost tegenover die leer van de remonstranten, dat er nog niets helemaal vaststaat over die kudde van schapen, belijden onze vaderen hier de diepste bron van de kerk. De verkiezing is het fundament van de kerk. Christus wist zeker dat er vrucht zou zijn op zijn kruisdood. Hij stierf in de zekerheid dat ze uit alle geslachten, volken, talen en naties zouden komen tot hem. En dat het een schare zou worden die niemand tellen kan. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. En niet zomaar in de hoop dat het misschien nog iets zal opleveren. Nee, er zal altijd een kerk van ware gelovigen zijn. Een lichaam van Christus in deze wereld. Christus is een koning die nooit zonder onderdanen zal zijn. Ook nu niet in al die landen waar vervolging is en waar de kerk moet lijden om Jezus wil. Hij houdt ze vast.
En wat is nu het geheim van de kerk? Wel, dan zeggen de Dordtse leerlingen hier, het welbehagen van God. Dat geopenbaard wordt in de kracht van Jezus bloed. Hier klinkt eigenlijk een loflied over de bruidegom die zijn leven gaf aan het kruis voor zijn bruid. Dus gemeente, begrijp het goed. Laat nu je haren niet direct overeind gaan staan als je die uitdrukking hoort over de uitverkorenen en die alleen. Dan is niet de bedoeling dat je zegt, zie je wel, en als je dan niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. We hebben dat al eens eerder bestreden natuurlijk. Nee, u moet weten het verband waarin het gezegd wordt, dit is tegen de remonstranten die zeiden, het ligt nog helemaal open. Of er wel schapen zullen zijn en wie tot de schapen van de kudde zullen behoren. En dat hangt natuurlijk samen met de gedachte van de remonstranten dat er ook afval der heiligen is. Nee, die hele ontelbare schare uit alle geslachten is uitverkoren. En van hen allen heeft God besloten dat Christus ze zeker zalig maakt. Geloof me gemeente, de Dordtse leerregels bedoelen dit niet beperkend of beklemmend of bedreigend of zo, zodat u daar een naar gevoel over krijgt. Maar juist zodat u zegt, Heere, wat bent u eeuwig goed. Want anders kon het voor mij ook niet meer. Nee, ze laten een doorgaande lijn zien. Die loopt vanuit de eeuwige raad via de verwerving van het heil door de Heere Jezus aan het kruis en de toepassing ervan door de Heilige Geest. Die lijn loopt naar de eeuwige heerlijkheid. Het is als het ware een loflied op God die niet laat varen het werk van zijn handen en die weet wat hij doet. Zou hij het heil laten verwerven door Christus en het dan niet toepassen door zijn geest? De Heere Jezus is toch geen halve zaligmaker? Ten opzichte van het heilsplan van God kan niemand meer een kink in de kabel leggen. Dat is de achtergrond.